staat te kijken Isa van der Velde. Dan Estelle van Inge. Dan van der Velde Mos is Amberboom. We hebben dat Flying Devil dame, Kim Dijkmans. En van de deurtrappers, Lonneke Weesemans. Ja, wie was het fout? Geeft ze natuurlijk altijd even de tijd om lekker zenuwachtig te worden voor die finale, want ja, dan wil je gaan scoren. Je hebt de hele gefiets om hier in te zitten en dit is natuurlijk het rondje waar je voor de bak wil gaan. Nummer 23, Isa van der Velde, de hele dag al sterk, de hele dag al voor bak. En zij gaat hier als eerste de eerste bocht in met die mooie unieke kleurfiets en de wielen, alles is mooi op maat gemaakt, maar ze gaat gewoon op als de brandweer. Nummer 2 is de dame hier van de thuisclub, Amberbom. Dan een klein gaatje naar de 209. En dat is Lonneke Ezemans. Lonneke Ezemans van langs gisteren van de deurtrappers. Bijna bijna zeg maar. En jij gaat mooi naar de 3. De 4 rusten voor de finalisten Estelle van Ingen. En de 5 ook heel netjes in die finale. Kim Dijkmans bij deze girl 7-8. Maar het is en blijft een hele goede overwinning. Isa van der Velde. Door naar de